Hun familieleden zijn mede-investeerders, dus openden zij vanmiddag het snellaadstation voor elektrische auto's langs de A16 bij de Zuidpunt. Nou, steeds meer mensen rijden elektrisch. We hebben nu al 6.000 volledig elektrische auto's in Nederland en 40.000 auto's met een stekker. Een oplaadbeurt duurt zo'n 20 minuten. De batterij is dan voor 80% vol. Daar kan je zo'n 100 kilometer mee rijden. Betalen doe je met een app op je telefoon. We zien gewoon dat er steeds meer elektrische auto's komen. De overheid verwacht in 2020 200.000 elektrische auto's en in 2025 zelfs 1 miljoen. Er zijn 200 van deze laadstations nodig langs de snelwegen. Dat kost 40 miljoen, maar er zit maar 10 miljoen in kas. Er wordt gezocht naar investeerders. Zonnepanelen in het dak wekken energie op voor wifi, verlichting en 3 tankbeurten per dag. Voor de rest wordt groene stroom gebruikt. Er komt zeker nog een station bij, maar dat is helemaal afhankelijk van de gemeente en van de vergunningen. Dus dat is even afwachten hoe snel dat gaat. De 16 snellaadstations die er nu al zijn, liggen dan ook niet op plekken waar de behoefte het grootst is, maar daar waar ambtenaren het beste meewerken.